Alsjeblieft, mevrouw. Meneer. Ja. Verder nog iets van uw dienst? Nee, dank u wel, ober. Ober, mag ik een schoonmes van u? Ik heb u net een schoonmes gebracht, mevrouw. Er zit een vingerafdruk op het lemmet. Oh, nou, dat kan dan toch zeker niet mijn vingerafdruk zijn, hè? Want ik draag er namelijk altijd zorg voor dat het bestek blinkend schoon is. Ja, daar kan ik over meepraten, hoor. Echt uren staat hij te poetsen. Uren op een dag. Hoe die kan poetsen, jongen? Dankjewel, Frits, maar ik kom er zelf wel uit. Ik serveer het bestek namelijk altijd met behulp van deze servet, hè? Zoals ik het destijds heb geleerd op de Hoger Hotel vakschool. Ja, maar ik zou toch graag een schoonmes willen hebben, want er zit een vingerafdruk op het lemmet en dat is niet de mijne. Dat moet ik zien. Ik zet er een geeltje op dat die vingerafdruk niet van hem is, want meneer hier namelijk is spik en span. Dankjewel, Frits, maar mevrouw en ik komen er zelf wel uit. Ik zal u een schoon mes brengen, mevrouw. Over. Huh? Deze wijn is aan de kurk. Hoe is dat dan toch mogelijk? Dat gelooft u me niet. Oh ja, 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 natuurlijk wel, maar... Ik proef niks, hoor. Ja, dat was het glas van meneer, Frits. Nou, ik zal u een nieuwe fles wijn brengen, hè? En een schoon glas. Ja. Breng hem dan meteen een fles wijn met een schroefdop. Heel erg leuk, Frits. Zeg, moet jij niet naar de keuken? Keuken. Zo, twee botermalse lamsfiletjes van tafel 1. Weet je zeker dat de een senior en de ander biercuit is? Want dat zijn we toch een stelletje lastpakken, zeg. Lamsfiletjes zijn altijd senior, want anders zijn ze niet te vereten. Nou, ik weet het niet met die twee, hoor. Ze halen het bloed onder je nagels vandaan. Ik begrijp niet dat Gilles zo beleefd blijft. Ik had ze er al lang uitgetrapt. Als jij mij nog één keertje voor gek zet, waar de gasten bij zijn. Joh, ik zet je niet voor gek. Je zet jezelf voor gek door zo belachelijk vriendelijk te blijven tegen dat stelletje zakkenwassers. Het zijn mijn klanten en daar ben je beleefd tegen. Want zij betalen, hè? En als wij geen betalende klanten meer hebben in deze klote tent, dan kunnen we deze pokken tent net zo goed meteen sluiten, omdat wij dan geen inkomsten meer hebben. Dus, als jij je nog één keertje zo misdraagt, dan laat ik jou ritueel slachten. Alsjeblieft, uw overheerlijke Fritshaasjes. Ik bedoel, uw overheerlijk ritueel geslachte haaslammetjes. En dan... smakelijke voortzetting. Wat heeft die nou? Volgens mij heeft hij rode knol gebruikt. Wat is dat nou weer, rode knol? Rohypnol, wat die voetbalsupporters allemaal slikken. Daar word je hartstikke agressief van. Ach nee, hij is gewoon een beetje overspannen. Een beetje overspannen? Hij heeft me bijna onthoofd. Hij is gewoon bang dat we niet bolwerken met het restaurant. En dan hoeft hij mij toch niet de strot af te snijden? Hij heeft altijd te veel geld gehad. Hij weet niet wat het is, geld zorgen. Ach goh, wat zielig. En dat reageert hij dan af door een ander zijn ademsappel te fileren. Ja, maar hij doet toch vaker raar de laatste tijd? Noem je dat raar? Die man is levensgevaarlijk. Zeg. Hebben jullie moeilijkheden? Nee hoor, niet meer dan gebruikelijk. Gewoon de hele dag ruzie, verder niks. Zo, misschien moeten we er toch wat aan doen? Ja, en een beetje snel ook graag, voordat ik met 50 messteken in het lijkenhuis lig. Goh, zijn 50 messteken wel genoeg? Ober! Ja, meneer, wat is er van uw dienst? Ober, ik had Saint-Jean besteld. En mijn vrouw Bianqui. Ja. Maar mijn vlees is niet rood genoeg. En mijn vrouwsvlees is veel te rood. Oh, nou, dat spijt me dan echt ontzettend. Heb ik hoogstwaarschijnlijk de borden omgewisseld. Zo, hè? Neemt u me niet kwalijk, hoor. Alsjeblieft. En nog een hele prettige voortzetting. Nee. Ober, u vergist u. Hm? Mijn vlees is nog steeds niet rood genoeg. En mijn vrouwsvlees is nog steeds veel te rood. Hè? Ja, dat is veel te bloederig. Begrijpt u? Wat voor mijn vrouw te bloederig is, is voor mij niet Saint-Jean genoeg. En wat voor mij niet rood genoeg is, dat is voor mijn vrouw nog steeds die Bianqui genoeg. Begrijpt u? Ja, natuurlijk. Maar... Oh, fecalia aan de knikker. Kan ik je helpen, Gillebils? Nou, meneers vlees is niet bloederig genoeg en dat van mevrouw is weer te bloederig. Nou, dan draai je het toch gewoon om. Hè? Oh ja, natuurlijk. Ja hoor, nou hè, prettige voortzetting. Oh, maar nou is het weer precies hetzelfde. Hè? Oh, ja. God. Frits, heb jij die bestelling opgenomen? Lucien zei dat het zo moest, anders is het niet te vreten. Goed, ik zal dit eventjes met de kok opnemen.
Met een beetje mazzel wordt de kok zo direct vermoord, is uw vlees vast wel bloederig genoeg. En als er doorbakken besteld wordt, dan maak jij het doorbakken. En als er Saint-Jean besteld wordt, dan maak jij het Saint-Jean. En als ze mijn vlees doorbakken willen, dan eten ze maar hun eigen schoenzolen op. Houd je kop, denk op de gasten. Kunnen mij die gasten schelen, zeg? Ik ben hier de kok en als ze mijn vlees niet lusten, dan flikkeren ze maar op. Oh ja? Oh ja, als wij gasten kunnen opflikkeren, dan flikker jij ook maar op. Oh, hoe moet het dan met je restaurantje, hè? Als je niet eens een goede kok meer hebt, hè? En als ze het vlees signaal willen, dan krijgen ze het signaal. En ik zal het ze zelf brengen ook. Oh nee, je haalt het niet in die dikke bolle kop van jij. Je doet het niet, Luus. Je doet het niet. Ik lust ze wel rauw. Wat? Hilles, jij wou mij vermoorden. Hij liep meteen los, eerlijk is eerlijk. Kijk, 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 nu breekt het besef al bij hem door. Oh, Luus, oh, het spijt me. Hilles, je bonkte me met mijn kop tegen de deur. Ja, niks aan de hand, de deur is nog heel. Het spijt me echt verschrikkelijk. Dit heb je nog nooit gedaan. Je wordt toch niet zo'n pseudo-macho die gaan meppen, hè? Nee, ik zal het nooit meer doen. Je moet je onder behandeling laten stellen. Alles wat je wil. Gedwongen behandeling. Laten we vast een dwangbuisje aanschaffen. Dus alsjeblieft, wees niet boos op me. Gilly, waar komt die agressie vandaan? Ja, wat denk je? Wat hier in het restaurant allemaal staat op te potten, dat krijgen wij in de keuken op ons dak. Is dat waar? Ja. Pot jij je gevoelens op? Joh, hij is de Vlaamse oppotter. Maar wat zijn dan jouw gevoelens tegenover de gasten? Ik heb helemaal geen gevoelens tegenover de gasten. Ik ben gewoon alleen maar beleefd tegen ze. Beleefd? Nou, noem dat maar gerust slijmerig, hoor. Ik bedoel, hij laat zich afbekken en slaan als een hond en dat reageert hij op ons af. Dat is helemaal niet waar. Ik waardeer ze. Ik acht ze hoog. Joh, je hebt niet eens door dat je ze haat. Ja, maar wat doen we eraan, hè? Nou, een tank kopen en meteen schieten als hij de keuken binnenkomt. Nou, stel, Frits is die lastige klant van vanavond. Hè? Wat voel je nu in je opkomen? Wat? Nou, voel je een stuk agressie als je naar hem kijkt. Ja, natuurlijk. Nou, uit dat dan! Frits, en dan geef je me onmiddellijk die 250 piek terug, hè, die je van me geleend hebt. Want anders ruk ik je ingewanden eruit en ik serveer ze volkomen signaal aan de gasten. Zoiets? Nee, die agressie bedoel ik niet. Ik heb het over die gast van vanavond. Ja, maar ik voel helemaal geen agressie tegenover de gasten. Oh, maar komt er nog wat van? Ik zit al een uur te wachten, zeg! Kom zo bij u, meneer. Klootzak. Wat zei je nou? Ik kom zo bij u, meneer. Nee, je zei er iets achteraan. Nee, hoor. Jawel, je zei klootzak. Je hebt gescholden. Dat is goed. Dat is jouw stuk agressie dat naar buiten komt. Dat moet je niet inhouden, nee. Want dan krijg je zo'n stuk frustratie in je dat je zomaar Lucia in elkaar slaat. Ja. Dat haar eigen man bijna vermoord is met een vleesmes is alweer helemaal vergeten. Ja, maar wat doen we eraan, hè? Ik weet. Iedere keer als je iemand een klootzak vindt, dan zeg je heel zachtjes voor jezelf... Klootzak? Hè? Bijna onhoorbaar. Je mag ook best andere scheldwoorden gebruiken, maar als je het maar heel zachtjes doet. Ja, want als je het hardop doet, dan zou het best wel eens een averechtse uitwerking kunnen hebben. Ja, nee, maar ik ga toch mijn eigen klanten niet staan uitschelden? Zachtjes voor jezelf, om jezelf te ontladen. Lu, wat vind jij? Nou, als het werkt, dan werkt het. Want ik wil niet dat je me nog een keer op de strot vliegt. Oké, goed. Doe ik het voor jou? Oh, maar komt er nog wat van? Ja, meneer, ik kom zo bij u. Klootzak. Hé, voelt inderdaad heel lekker. En, was hij Saint-Jean genoeg? Ja, Saint-Jean was het wel, ja. Goed zo. De kok heeft er namelijk extra zijn best op gedaan. Maar het... Vlees smaakte niet zo goed over. Oh, maar ik zie dat u hem wel helemaal heeft opgegeten. Jawel, maar ik weet niet hoe het valt. Nou, dat valt vast wel goed, hoor. Kijk, we hebben namelijk nog nooit klachten gehad over de kwaliteit van het vlees. Ettermak. Misschien kunt u het niet op de rekening zetten, Ober. Weet u wat? He, u betaalt het gewoon. En mocht u er later toch last van krijgen, blijkt van het vlees te zijn. Krijgt u van mij gratis een etentje, he? Als schadevergoeding. Oh, teringleier. Meneer, kan ik ook betalen met mijn creditcard? Ja hoor, Visa, Euro, Master, American Express, alles. Kuttekop. Nu?
Kijk eens. Mooiste bloem. Voor de allerliefste man van de wereld. Slijmbal. Nou, het gaat alweer een stuk beter, hè? Het gaat echt fantastisch. Het is fenomenaal. Echt een hartstikke goede truc. Ah ja? Geen opgekropte haatgevoelens? Nee hoor, niks van dat al. Hè? Lekker poppenkutje. Nou ja, dat hoeft nou ook niet meer. Hé, vanavond gaan we iets lekkers doen. Ja! Patat eten in bed. Mm. Nou, zie je, het werkt. Zie je? Hé, gadverdamme. Dat bedoel ik nou. Inderdaad, werkt hartstikke goed, Dries. Prijs de avond niet voordat hij verstreken is. We hebben een wethouder in de zaak. Wethouder? Wat voor wethouder? Wethouder van gemeentereiniging, van de jacht. Wethouder van de gemeentereiniging? Hé, hey, wij hebben toch alles betaald? Zijn secretaresse heeft al een week geleden gereserveerd, maar hij staat niet in het boek. Oh god. Oh god, dat is waar ook. Ben ik helemaal vergeten. En ik dacht nog, ik schrijf het wel op en toen dacht ik, ik onthoud het wel. Oh god, wat verschrikkelijk. Het geeft niet, Gilles. Het gaat toch hartstikke goed? Ja, nee, maar nou gaat hij stressen, hè? Kijken of het dan ook nog werkt. Nee, we hebben toch nog wel een tafeltje vrij, hè? Tuurlijk hebben we een tafeltje vrij. Kom dan maar, ga maar verwelkomen. Oh god, de wethouder van de gemeentereiniging. Shit! Hé, er hangt toch wel wc-papier op het erentoilet? Ach, wel ja, kom maar. Hup, schiel. Nou, ik ben benieuwd. Wedden dat hij weer de fout in gaat? Nee, joh. Hij voelt zich toch hartstikke goed. Oké. Wedden om een geeltje. Oké. Oh jee. Dus hè? Totaal vergeten. Er hangt geen wc-papier op het herentoilet. Ik verdubbel de inzet. Meneer de wethouder, van harte welkom in ons etablissement. Kan ik u misschien een klein aperitiefje aanbieden van thuis? Nee, dat doen wij niet aan. Je wordt tegenwoordig zo gauw verdacht van omkoperij. Nee, aan mijn ambtenaren ontsnapt u toch niet. Want die gaan binnenkort de binnenstad controleren. Controleren? Wat gaan ze dan controleren? Of uw afvoersysteem nog wel voldoet aan de huidige milieuwetten. Nou, dat kan u een aardig duitje gaan kosten. Nou, wat kunt u mij aanbevelen? Huh? Wat is uw dagspecialiteit? Lamsvleeskwal. Wat zegt u? Lamsvleeskwal. Lamsvleeskwal? Ja. Ja, lamsvleeskwal, dat is een nieuw soort vis. En die wordt alleen in de buurt van de Shetland-eilanden gevangen. En die is zo smal, sappig, vlezig. Het is net een jong lammetje. Maar ik zal eventjes in de keuken gaan vragen of die nog voorradig is, hè? Lul. Nee. Laat u maar. Doet u mij maar gewoon een lekker entrecootje. Oh, goed. Wel dan of Saint-Jean? Doet u maar lekker bloederig. Ik heb morgen gemeenteraadsvergadering. Ja, dat is dan één entrecootje voor het klootje. En mevrouw, thee? Nee, geen thee. Wat? Doet u mij maar gewoon een wit wijntje en wat zoutjes. Een wit wijntje en wat zoutjes voor het kippenkontje. Wat is dat? Het zijn wc-rollen, meneer Gilles. Ik dacht, straks moet meneer de wethouder van gemeentereiniging naar de wc en dan is het pleepapier op. Susje, keuken. Ja, maar... Keuken. En als meneer dan moet? Dan doet hij het maar in de keuken. Dan mag meneer het schijnt naar de wc gaan. Wat? Bedoel jij dat er helemaal geen papier op de wc hangt? Nee, dat was ik vergeten. Susje, dan ga jij nu naar de toiletten. Jij hangt overal wc-papier op. Jij wast je handen, je doet je schort uit en jij vertrekt hier voorgoed. Maar jij bent op staande voet ontslagen. Oké. Nou, iedereen straks de watjes. De watjes. Ja, zo doe je dat, hè, met personeel dat zijn werk niet goed doet. Zou je ook eens moeten doen met die pokkenambtenaren van je. Wat zei je? Nee, niks. Lul. U moet wel eerst een ontslagvergunning voor haar aanvragen. Wat? Of werkt ze hier soms zwart? Oh nee, het was een grapje. Hè? Ja, je moet je personeel af en toe een beetje aan het schrikken maken, hoor. Ga ik nu meteen uw bestelling doorgeven, hè? Dat was dan één entrecote Saint-Jean en een paar zoutjes voor het grootste stelletje. Bokkerleiers, dat er ooit een beetje tering aan heeft rondgelopen. Ik kan het niet, ik hou het niet, ik doe het veel te hard. Bokkerleiers, kutlingen, ongedraaide kontneukers, geloofleers. Nou, dat was op het nippertje, hè? Gaat het nog, Gilles? Ja, ik had me nog net in bedwang, maar ik ben zo bang dat ik het veel te hard doe. Hé, joh, maak je geen zorgen. Als je het te hard doet, dan zeggen we gewoon dat je het Gilles de La Tourette-syndroom hebt. Dat had mijn oom ook. Het Gilles de La Toupette-syndroom. Ach, ik ben zo niet om te juinen. Nee, dat
is een serieuze ziekte. Echt, lachen dat je kan met die oom, jongen. Was je op een begrafenis, begon hij in één keer allemaal vieze woorden uit te kramen. Ja, ja, nou dat is het Frits van Zwelink-Aardenhout-syndroom. Nee, serieus, mijn oom had het Gilles de La Tourette-syndroom. Wat voor syndroom? Het Gilles de La Tourette... Verrek. Hey, Gilles, Gilles, de voornaam heb je al. Gilles, zal ik het maar van je overnemen? Nee, nee. Deze Gilles laat zich niet opnaaien door zo'n stelletje kabouterneukers. Hé, hey, wat doe je nou? Dat zijn mijn walnoten voor de toetje. Ja, en dan zijn ze nu voor het voorgerecht. Oh ja, en een saignante entrecote, hè, voor die vuile oplichter die zich wethouder noemt. En nu is hij saignant, want anders snijd ik je ballen eraf en dan hang ik je op aan die staaf van Jan een vleeshaak in een koelcel. Kan ik ook betalen met mijn pincode? Nee, mevrouw, pincode gaat helaas niet. Stop die pincode maar in je reet. Oh, maar dat zijn toch geen zoutjes? Zo, zijn het nu zoutjes, zwart op wit trut. Ober, 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 ik begin een beetje misselijk te worden. Volgens mij komt dat van dat vlees. Oh, nou, dat spijt mij dan ontzettend zeer. Kut, schot, kut, kut. Oh God, oh mijn God. Wat is er, Gilles? Oh God, oh God, oh God. Echt zoals jij dat zei, Gilles. Echt zo volmondig, zo overtuigd, zo doordrenkt van haat jegens het vrouwelijk geslacht. Oh, Frits, hou je mond. Gilles, hoe kun je dat nou doen? Ja, maar ik heb het. Hè? Ik heb dat Gilles de La Tourette-syndroom. Nou, dit klonk veel meer recht uit het hart dan bij mijn oom, hoor. Ik heb nog nooit iemand zo hartstochtelijk gemeend KUT horen zeggen. Heb jij dat gezegd? Ja, 3 keer op volle sterkte uit het diepst van zijn hart. Waar de wethouder bij was? Ja. Oh. Ik zou er toch maar wat aan gaan doen nu, hoor. Want iedereen loopt weg. Zonder te betalen. Inclusief de wethouder, want ze laten zich wel niet omkopen, maar als ze een gratis etentje kunnen versieren, staan ze als eerste in de rij, hoor. Oh God, oh God. Zo rijk als je net was qua woordenschat, zo eentonig ben je nu. Lu, we moeten wat doen. Iedereen loopt weg. Ja hoor, Lucien van Damme zal het weer eens opknappen, hè? Pot van een miljarden om dat jullie de voren vrienden pakken! Volgens mij was dit de Vlaamse variant op het Gilles de La Tourette-syndroom. Nee, maar zijn naam zegt het al, hè? Gilles, in het Frans, Gilles, het Gilles de La Tourette-syndroom. Ja, en daarom zegt hij zulke vreselijke dingen zonder dat hij het zelf wil. Nee, sterker nog, hij haat scheldwoorden. Maar ja, het is een ziekte, weet u, en hij heeft er zelf de meeste last van. Hè, Gilles? Je moet even wat tegen ze zeggen, maar wel doen of je het syndroom hebt. Ja, ben je gek? Nee hoor, dat doe ik niet. Doe nou, schiet nou op, anders geloven ze je niet. Hè? Gewoon een beetje scheldwoorden er doorheen kloppen. Nee, doe het niet, echt niet. Gilles, wat is het? Nee, niks. Nee, echt niet. Kut, kut, kut! Kijk. Hij zegt het weer en heeft er zelf de meeste last van, hè, Gilles? Nou, je excuses aanbieden en gewoon een beetje er doorheen kakelen. Het spijt me zeer. Fuck, 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 fuck. En mijn welgemeende excuses aan onze hooggeplaatste gasten, de wethouder en zijn kutti, kutti. Vrouw. Als hij de La Tourette heeft, nou, dan heb ik... Vaginitis. Dit is absoluut geen Gilles de La Tourette-syndroom. U moet zich schamen. Dit is gewoon vuilbekkerij van de ergste soort. Schat, we gaan. Nou, precies. Nee. Ja. We kunnen de tent net zo goed meteen sluiten. Allemaal een bijstandsuitkering aanvragen. Ja, veel aan goodwill zal de zaak ook niet meer opbrengen, hè? Ik vond wel dat je het zo goed deed. Echt zo mooi als je die wethouder en die vrouw uitschold. Echt zo subtiel, zo helemaal Gilles de La Tourette. Zit je me nou aan te kijken? Nou, ik zit uit te rekenen hoe ik met één slag zowel je brilletje als je neusbeentje in tweeën kan timmeren. Nee, jongens, geen geweld. Zo komen we er niet uit. Ja, maar hoe moet dat dan wel? Gilles kan toch moeilijk de rest van zijn leven... Kut, bocheterie, piebel, blijven zeggen. Nou, ik vond wel wat hebben, hoor. Nee, jongens, vanaf morgen moeten we gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Ja, dan begint het weer van voren af aan. Dan gaat hij mij weer de strot afsnijden.
Nou ja, Dries, zeg jij ook eens wat, hè? Het was per slot van rekening jouw idee. Ja, nou, ik zit te denken. Het is niet waar. Jongens, doodse stilte. Dit is een uniek moment. Maak je maar één keer in je leven mee. Kijk, je gebruikt voor ieder scheldwoord gebruik je een tegengesteld kooswoordje. Ja? Dus bijvoorbeeld als je bij een man denkt, vuile lul. Hè, baba, wat grof. Nee, dat je dan bijvoorbeeld iets heel liefs zegt. Bijvoorbeeld, plummeltje. En bij een vrouw zeg je dan, Luisje. Luisje. Ja, ja, dat is wel aardig. En babyarmpje is dan, dikke lul. Dikke lul. En pindakaasje is stop maar in je... Goh, wat is Nederlands toch een rijke taal, hè? Ja, toch weet ik het eigenlijk nog niet. Je krijgt tegenwoordig zo weinig in die restaurants. Oh, bij ons krijgt u volop, hoor. Pluisje. Wat zegt u? Een pluisje. Oh, die vegetarische kaasschotel, is die goed? Ja, die is heerlijk. Dat is onze specialiteit, Frumpje Dumpje. Oh, smerig. Ik denk er nog even over na. Uitstekend, piepertje. Kan je grof zijn, zeg. De rollade is vandaag zo dik als een heel dik babyarmpje. Ja, en de vegetarische pindakaasschotel is erg lekker. Zit vol met plummeltjes en pluisjes. Moet je maar eens opstappen, hoor. Ja, zal ik uw jasje even aannemen, mevrouw? Ik wou hem wel graag op een hangertje. Op een hangertje? Tuurlijk, pluisje. Oh! Nee, maar niet dat je niet weet wat dat betekent. Dat trucje doen we thuis ook, plummeltje.